Welkom, ook voor de skileraar onder ons. Misschien zijn een aantal daar al heel handig in, maar sommigen willen het misschien ook gaan proberen en beginnen. We hebben hier een fantastisch introductiefilmpje laten zien met alle dingen die je kan leren, maar we beginnen bij het begin en dat is staan in een T-split. Dan sta je altijd veilig en zal je nooit omgaan. Ten tweede laten we ook zien de meest makkelijke rem en dat is hard rennen in het gras. Wel met één voorwaarde. Als je skilers aantrekt, zorg dat je altijd 25 meter voor je uit kan kijken. Je weet nooit wat er gebeurt. Kan een hond verschieten, kan een kat, kan een fietser langskomen. Dus kijk dat jij weet te rennen. Als eerste hier het voorbeeld van Steven in het gras rennen. Laat maar zien. Valse startrem oefenen. Hierbij een prachtig voorbeeld van Steven. Hij komt aan, maakt zich klein. Je ziet dat hij zijn voeten naar voren schopt, waardoor hij zich tegen kan houden. En hij houdt lang de skilers aan de grond. Hierbij een fout voorbeeld. Zo moet het niet. Hij doet te snel zijn voet omhoog. Klap bijna naar achteren en staat totaal niet in evenwicht. Hoe ga je beginnen? Als eerste die hele belangrijke houding. Oefen daarbij deze oefening. Je gaat naar voren en je drukt je terug. Je ziet dat je met je knieën voor je neus en dat je je weg kan voelen. Als je dat gevoel hebt, als je dat aan kan, gaan we even op de plaats oefenen. Je staat met je neus in je navel boven één voet en omdat je in balans staat, kan je andere voet naar voren schoppen. Doe maar mee. Ik hoop dat je je skilers aan hebt. Kan je dat ervaren? Als dit gaat, begin je met een klein vaartje. Ga een beetje naar beneden. Zak, heel belangrijk. Knieën voor je. Stop. En je staat stil. Nog een keer. Zakken, zakken, zakken. Stap, stap, blijf klein. Dan pas mag je omhoog. Natuurlijk, als je ervaren bent, ga je het met heel veel vaart doen. Laat het nog één keer zien. Als je echt met heel veel vaart hebt, dat je echt heel laag moet blijven. Het derde aspect. Elk fietspad, voetpad of waar je ook skilert, heb je altijd met drempeltjes te maken. Schrik daar niet van. Weet dat als je goed in de juiste schaatshouding staat, je houding goed achterop zit, waarbij je druk zowel op je hak van je achterste been als bij je voorste been, dan kan je er zo overheen denden. Pas op, neem je tijd, dus voor de drempel ga je dan die schaatshouding. En als je er voorbij bent, dan niet meteen omhoog, maar ga pas omhoog als je controle hebt. Dan ben je veilig. Steen, voor de drempel is die klein en na de drempel blijft die klein. Totdat je kunt oefenen. Rustig, kleine snelheden. En als het pas goed voelt, pak je snelheid en mag je stevig.